Yo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Thomas, oftewel TotoNL. En vandaag ben ik hier in Director Mode op Story Mode. Want ik heb dit grote vliegtuig gejat. En dit maakt ontzettend veel lawaai. Hier gaan we zo in vliegen naar... Even kijken, waar zullen we naartoe gaan? Legerbasis. We gaan een soort van noodlanding maken op de legerbasis straks. Ik heb politie en zo uitstaan. Dus het gaat heel veel lawaai maken. Ik zal ook niet zoveel praten, denk ik. Ik kan trouwens die game eventueel kijken of ik die zachter kan zetten. Maar... Zo. Zat de game wat zachter. Kunnen jullie hem ook wat beter horen. We gaan opstijgen. Ik zal even op internet moeten opzoeken wat voor vliegtuig dit is. Airbus, weet ik het. Weet ik wat het is. Zal ik even moeten vragen aan wat mensen. Want iedereen gaat natuurlijk op vakantie, dus vandaar deze video een beetje. Nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Zo, ik geef even geen direct gas meer. Nu wel. Wel eigenlijk veel hoger te zitten. Oh, hier is de legerbasis al. Oh, fuck. Wacht even. Je ziet het mooi bij de vliegtuigen dat ze zo mooi zo in een boogje, een lijntje zo naar, het, naar de landingsbaan gaan. Dus dat doen wij ook. Mooie witte lijnen. Dan zullen we nu naar rechts keren. En dan gaan we ons voorbereiden op de landing. Want dit grote toestel moet wel veilig aan de grond. We zitten in principe recht voor de landingsbaan. We moeten eigenlijk even wat lager. Nu zit perfecte hoogte. We liggen perfect voor de baan op dit moment. De baan is lekker groot. Dus dat hebben we als voordeel. Ik ben wel heel erg laag. Wow, yo, ik raakte die lampen. En dan gelijk afremmen. En dan gaan we ook weer, ik wou zeggen, dan gaan we zo ook weer dezelfde kant opstijgen en weer terug
Relevant International Airport, maar dat gaat hem nu niet meer worden, zeg maar. Dus we kunnen even straaljager pakken en dan gaan we daarmee gewoon terug. Want we moeten naar huis, ofzo. En dus even een kort video voor in de vakantie natuurlijk. Zo. Krijg ik toch nog een beetje een vlieggevoel. Dat iedereen toch met allemaal vliegtuigen weg is. Krijg ik ook nog een beetje een vlieggevoelachtig iets. Dan gaan we terug richting het vliegveld. En dan gaan we daar deze even aan de landingsbaan zetten. En op deze kunnen we ook niet in first person. Zo, stel het weer director mode. Dat vind ik natuurlijk stel. Kunnen we het hier aanpassen misschien? Nee. Nee, kan ik hier even niet aanpassen. Ik zie het airport al. Ik praat niet zo hard, want het is een beetje laat in de avond. Het is, om precies te zijn, bijna 10 uur, dus het is niet heel laat in de avond, maar oh. Klein beetje zorg dat mensen kunnen slapen of zo. Komen we weer recht voor de baan uit. Dat is perfect. Niet weer op de lampjes landen. We trekken de landing nu wat verder door, want hier begint de landingsbaan officieel. Oh, dus het was een zachte landing, wou ik zeggen. Nou, ik moet hem even aan de grond zetten. Zo moet het. Dat was een lange landing. Maar het is gelukt, mensen. Dus doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal. En dan fijne vakantie. En ik zie jullie bij de volgende video. Later.